Dit is het HanzeMag-Journaal. Vijf studenten staan te springen om naar Palestina te gaan. In het kader van de specialisatie Mediastiek gaan deze filmmakers in spe begin december naar het oorlogsgebied om een documentaire te maken. En dat kost natuurlijk wel wat centen. Om de reis te kunnen betalen organiseerden de studenten een sponsordiner. Eens kijken of ze net zo goed kunnen koken als filmen. Wij gaan een linzensoep maken, gehaktballetjes in pittig tomatensaus met couscous. En toe krijgen de mensen yoghurt met wat honing en walnoten. En de mensen die hier vandaag eten, die eten voor €15. En daarmee hopen wij de tickets te kunnen krijgen. Wat voor documentaire is het precies? Het is een documentaire eigenlijk om te laten zien wat voor mooie dingen er plaatsvinden in Palestina. Dat het geen gebied is waar alleen maar oorlog wordt gevoerd, waar alleen maar geweld heerst eigenlijk. En dat is wat je vaak in het journaal ziet, hè? Dat er conflicten zijn. En wij gaan laten zien dat er ook nog een hele hoop dat er normaal wordt geleefd en dat er ook hele mooie dingen gebeuren. Vind je het spannend om daarheen te gaan? Een beetje spannend is het wel. Het is voor ons de eerste keer dat we naar Palestina gaan en we moeten natuurlijk door Israël. Dus dat is wel spannend, maar we hebben er wel heel veel zin in. En qua gevaar denk ik dat het al meevalt. Het is redelijk rustig op het moment in het gebied. Dus gezond gespannen, laat het zo zeggen. Enig idee hoeveel energie het kost om een kopje koffie te zetten? Tijdens het Energize Festival dat vorige week werd gehouden kon je erachter komen door mee te lopen met een sustainable safari. Dat is een wandeling door de stad die ook nog eens heel leerzaam kan zijn. On this tour safari, so to say, we will pass a couple of spots in the city of Groningen where students of the Minerva Academy perform different acts in which they show how you can live a sustainable life. Ik vond het wel leuk, wel spannend om zigzaggen door Groningen te gaan. Zeg maar. Al die steegjes in waar je normaal niet in komt en waarvan je normaal denkt, nou dan weet ik niet of ik daar wel in moet. Dus dat vond ik echt leuk. Ik vond het heel erg leuk. Je kunt heel goed zien dat ze heel hard aan gewerkt hebben. En ik vond het heel leuk om te zien. It's fantastic. Thank you. Thank you. Voor individuele hulp bij problemen over bijvoorbeeld huisjesmelkers of examencommissies kan je al een tijdje terecht bij de Groninger Studentenbond. Maar nu neemt de GSB een stap naar de next level. Ze richten een onderzoeksbureau op. De bond wil zich op collectieve problemen storten, maar daarvoor moet wel even flink onderzocht worden wat de studentengemeenschap als problematisch ervaart. In januari start de GSB met het onderzoeksbureau en ze zullen zich met name richten op huisvesting, onderwijs en openbaar vervoer. Wij vinden het nodig dat studenten beter geïnformeerd zijn. En echt weten wat er in Groningen speelt, zodat wij daar ook kunnen inspelen. We krijgen nu veel klachten en vragen binnen via ons juridisch steunpunt en ook het huurteam. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Wij hopen door zo'n onderzoeksbureau op te starten, gewoon collectief studenten beter te helpen, beter weten wat er gebeurt en daar iets mee kunnen doen. De M zit weer in de maand. Movember, de periode waarin allerlei dudes hun snor laten staan om awareness, zoals dat zo mooi heet, te creëren voor echte mannenziektes. En niet alleen knorren dragen snorren, ook bij studentenvereniging Vindicat lopen ze rond met een lekker fout behaard bovenlipje. Met de actie halen de heren geld op voor onderzoek naar prostaat- en teelbalkanker. Voor verenigingen is het denk ik sowieso belangrijk en ook goed om mee te doen aan goede doelen. En ik denk dat het concept Movember heel erg past eigenlijk bij deze vereniging. En dat het ook goed is om, zeker als zo'n grote vereniging, mee te doen in de strijd tegen deze ernstige vorm van kanker. Hoe schat jij je kansen op de prijs voor de mooiste snor? Nou, ik denk dat er mannen zijn die een betere snor gaan krijgen dan ik. Ik schat mijn kansen hoger in dan die van Mark, de jongen die je net sprak. Het komt natuurlijk ook een beetje donker haar heb, maar ik ben niet van plan om er een krulspeld in te zetten of iets. Dit was het HanzeMag-journaal. Tot volgende week.